Welkom bij Radiocontact Meditatief. Een hartelijke groet vanuit de studio en wat fijn dat u weer naar Radiocontact Meditatief wil luisteren. We beginnen nu eerst met een lied. Al wat adem heeft. Mevrouw de Kok zal deze keer de meditatie verzorgen. De meditatie zal gaan over Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En kreeg het thema mee, blijf de koning verwachten. Mevrouw de Kok heeft de volgende liederen uitgekozen voor de meditatie. Het lied Verwacht de komst des Heren. O mens, bereid u voor. Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. En na de meditatie gaan wij luisteren naar Messiah van Händel.
We lezen Jesaja 40, verzen 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt, roep! En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Ja, beste luisteraar, misschien denkt u wel, hey, die tekst die we net hebben gelezen, Jesaja 40, dat lezen we toch normaal gesproken met Advent. En dat klopt ook wel. Het is echt een Adventstekst in de christelijke traditie, want hij gaat over verwachting. En net zoals het lied dat we net hoorden, verwacht de komst des Heren. Maar niet alleen voor het feest van de geboorte van de Heer Jezus is het passend om dit te lezen. Want Johannes de Doper citeert deze tekst als hij en als Jezus volwassen zijn. Als Johannes aan het dopen is bij de Jordaan. Op de dag voordat Johannes Jezus ontmoette, riep hij op om klaar te staan voor zijn komst. Niet als baby, zoals we verwachten met kerst, maar als volwassene. Als koning die zijn volk kon bevrijden. In de tijd vlak na kerst, dus de tijd waarin we nu leven, is het gebruikelijk om stil te staan bij de eerste keren dat de Heere Jezus in publiek verschijnt en aan zijn bediening begint. En Johannes in zijn evangelie kondigt als het ware de komst van de Heere Jezus aan, als volwassen die nu begint aan zijn bediening. En daarom lees ik nog één vers uit het evangelie van Johannes. Uit hoofdstuk 1, vers 23, en daar zegt Johannes over zichzelf. Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Nou, en dat zijn de woorden die we net hebben gelezen. Johannes die is een soort heraut. Zoals in de middeleeuwen boodschappers, herauten van de koning, nieuws door het koninkrijk verspreiden, zo had Johannes ook nieuws te vertellen. Eigenlijk zei hij, beste mensen, kom dat zien. De koning komt eraan. Bereid je voor, maak ruim baan. Johannes eigent zich dus die stem uit Jesaja toe. Die stem die riep om de weg recht te maken, om dalen te verhogen en bergen te verlagen. En laten we eens inzoomen op dat beeld, waarin het hele landschap wordt herschikt. En om dat te doen, stappen we even uit ons koude, regenachtige Nederland. En beelden we ons in dat we in een droge, hete, rotsachtige woestijn zijn. In dat gebied waar Johannes en Jezus woonden en werkten. Want in die woestijn zijn bergen en dalen. Als je van plek A naar plek B moest, kon het dus betekenen dat je bergop en bergaf moest. Wanneer de stem uit Jesaja dus zegt dat valleien verhoogd en bergen verlaagd moeten worden,
wil die stem dus een vlak en makkelijk begaanbaar landschap creëren. En dat levert natuurlijk gemak op. Want op je reis hoef je niet meer te klimmen en te dalen, dus spaar je wat energie. Maar er is nog een veel belangrijkere reden waarom die weg uitgevlakt zou moeten worden. Een vallei, zoals Jesaja die hier voor zich ziet, fungeerde namelijk als een soort van trechter, waardoor een verzengende oostenwind kon waaien. Een wind uit het oosten, door zo'n trechter, bracht altijd veel zand en hitte en vooral dood met zich mee. Die oostenwind, die is zo verwoestend dat, zegt Jesaja ook, dat elke bloem of grassprit die ze op haar pad tegenkomt, verwelkt. En dat is dus de omgeving waarin een weg voor de Heer gebaand moet worden. Daar waar het heet is, waar obstakels zijn waar je overheen moet klimmen en waar een wind waait die alles verzengend is. Dat was de letterlijke omgeving waarin Jesaja profeteerde. Maar ook op een figuurlijke manier kan je deze omgeving bekijken. Want het volk Israël bevond zich op het moment van deze profetie in ballingschap, in Babel, in een figuurlijke woestijn, weg van huis en haard, in de dorre omgeving van de vijand, waar het moeilijk overleven was. Maar blijven we even bij die letterlijke omgeving, bij de letterlijke hete woestijn, dan is het nogal een opdracht die de profeet geeft, om de natuur te herschikken. In Nederland hebben wij er wel een handje van om de natuur naar onze hand te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het droogpompen van polders of het afgraven van een natuurgebied. Maar in de tijd waarin deze profetie uitgesproken is, hadden ze natuurlijk nog geen windmolens om het water weg te pompen, baggeraars om een rivier dieper te maken of graafmachines om hele nieuwe landschappen aan te leggen. En zelfs met onze huidige kennis zou ik niet durven zeggen hoe we bergen moeten verlagen. Ik denk dan ook dat er een dubbelheid in de tekst zit. Die dubbelheid gaat over wat enerzijds mensen doen en wat anderzijds God doet. Over wat enerzijds al gebeurd is en dat waar we anderzijds nog naar uitkijken. Eerst even de mens. De stem die roept op om een weg voor de Heer te banen. En dat was gebruikelijk in de tijd van Jesaja. Als je wist dat er een koning aankwam, als je van een heraut gehoord had dat hij eraan zou komen, dan hielp iedereen mee om de weg waarover de koning zou lopen netjes te maken. Rommel aan de kant, gaten in de weg dicht, zodat de koning niet zou struikelen over oneffenheden. In voorbereiding op de komst van de koning werd alvast ruim baan gemaakt. En het punt dat Jesaja hier wil maken is dat het volk in ballingschap haar vertrouwen blijft vestigen op de Heer. Dat ze blijft verwachten dat de Heer, de koning, komt om de ballingen te bevrijden. Dat ze als het ware die weg blijft bereiden omdat de Heer eraan komt. Want de Heer die was eens al gekomen toen ze slaven in Egypte waren. En dat zal hij nu ook weer doen. Want zijn trouw is voor eeuwig. En het spreekt van vertrouwen om alvast de weg te banen, om al gereed te staan voor de koning die zal komen, ook al zie je hem nog niet. De heraut heeft aangekondigd dat hij komt, dus daarop mag het volk vertrouwen. Maar de weg wordt niet alleen door het volk voorbereid. We lezen namelijk dat de dalen zullen verhoogd worden en de bergen zullen verlaagd worden. Waar eerst de stem van de heraut actief opriep om een weg te banen, geeft de stem nu aan dat de dingen wel zullen gebeuren. De Heer zelf helpt eraan mee om de natuur te herschikken, zodat de weg begaanbaar zal zijn. Dat heeft hij eerder gedaan, bijvoorbeeld toen hij de Rode Zee in tweeën spleet, om zijn volk een veilige doorgang te bieden. En dat zal hij straks weer doen. De koning laat zijn volk dus niet in haar eentje de weg bereiden, maar helpt daaraan mee. En daar zie ik een lijn tussen Jesaja en Johannes. Johannes, de heraut, roept op om een weg te banen voor koning Jezus. De koning die komt om zijn volk te bevrijden.
Johannes zegt, hij komt eraan, let maar op en sta klaar. En op een gegeven moment is natuurlijk heel letterlijk de weg voor de koning bereid, bij Jezus' intocht in Jeruzalem. De mensen stonden langs de weg en legden hun jassen op de grond en ze zwaaiden met palmtakken. Samen bereidden de mensen een weg waarover de Heer Jezus, koning Jezus, binnen kon rijden. Alle kleding op de grond bedekte kuilen en oneffenheden op de weg, zodat er een vlak pad ontstond, zodat de ezel waarop Jezus reed niet zou struikelen. Maar nu is het aan de Heer Jezus zelf om de dalen te verhogen en de bergen te verlagen. Want hij is als koning onthaald in Jeruzalem, maar zijn volk, wij, leven als het ware nog in ballingschap. En die ballingschap zal duren totdat de Heer Jezus voor eens en voor altijd terugkomt op de wolken. Tot hij eens en voor altijd dalen zal verhogen en bergen zal verlagen. Een vlakke weg zal maken. En daarom roept Johannes ons ook op. Beste mensen, kom dat zien. De koning komt eraan. In adventstijd keken we uit naar het koningskind. En Johannes, in het stuk in het Nieuwe Testament, keek uit naar het begin van Jezus' bediening. Hij kondigde dat alvast aan. En wij, nu in 2023, kijken uit naar de terugkomst van de koning. En wij maken ruim baan totdat hij komt. Want daar vertrouwen we op, omdat zijn woord eeuwig is. En als hij komt, als Jezus komt, maakt hij de weg zelf af. Laten we bidden. Ja, Heere God, Vader in de hemel, Heere Jezus, Heilige Geest, dank u wel dat we dat hebben om naar uit te kijken. Dat u, Heer Jezus, eens zal terugkomen op de wolken. Dat Johannes dat al heeft aangekondigd. En dat hij ons als het ware aanmoedigt en zegt, blijf uitkijken. Blijf die weg bereiden. Maak een rechte baan waarop u terug kan komen. En dank u dat u ook zelf belooft dat u het af zal maken. Dat uw woord eeuwig is. En dat u ook echt terug zal komen. Heer, dank u voor de hoop die dat geeft. We bidden u ook als het soms moeilijk kan zijn om daaraan vast te houden, om die verwachting voor ogen te blijven houden. Als we misschien omstandigheden in ons leven hebben die moeilijk zijn, als er pijn is of verdriet of vermoeidheid of als er iets anders speelt dat in de weg zit. Heer, maak ons sterk en help ons om u op het oog te houden, om u te blijven verwachten. Zegen ons in de dingen die we doen en help ons om de dingen die we doen te doen omdat u terugkomt en totdat u terugkomt. In de naam van de Heer Jezus danken wij dat en bidden we dat. Amen.
In Jesaja 40 kwam naar voren dat de heerlijkheid van God geopenbaard zal worden. Dat wij mogen uitzien naar die machtige God. Daar gaat nu ook het volgende lied over. Meditatie kwam ook naar voren, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Hij
Het gras verdort en ook de bloem valt af, want alle vlees wacht eenmaal toch het graf. Maar wat verdwijnt na kort of lange tijd, Gods woord bestaat tot in de eeuwigheid. Gods woord bestaat tot in de eeuwigheid. Jeruzalem, verhef uw stem met macht en breng alom deze boodschap lang verwacht. Hier is uw God, zo spreekt de Heere Heer, die was en is en komt ook eenmaal weer. Die was en is en komt ook eenmaal weer. Want ziet, hij komt met kracht en heerlijkheid. Zijn machtig arm is tot in eeuwigheid. Maar toch zijn juk is zacht, zijn last is leeg. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij die zijn kudde als een herder wijdt, de zogen dun daar zachtjes heen leidt, en in zijn schoot de lammeren veilig draagt, tot aan het eind de eeuwige morgen daagt, tot aan het eind de eeuwige morgen daagt. Het gras verdort en ook de bloem valt af, want alle vlees wacht eenmaal toch het graf. Maar wat verdwijnt na kort of lange tijd, Gods woord bestaat tot in de eeuwigheid. Gods woord bestaat tot in de eeuwigheid. Dat God onze herder wil zijn, dat is toch een groot voorrecht dat we hebben. En nu het lied De Heer is mijn herder.
God wil ons vasthouden, ondanks dat wij zondaars zijn en dat wij, ondanks we het beloven, steeds weer terugvallen in onze oude gewoontes. Dat wij zullen bidden: houd mij vast. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immers dezelfde. Thank you.
We hebben een geweldige gids die ons altijd wil helpen om door dit leven te komen. Al zijn er soms wegen die wij niet begrijpen, maar deze gids heeft altijd het beste met ons voor. Heer, wees mijn gids. Die gids waar we net van hoorden, die heeft zoveel liefde voor ons, dat is met geen pen te beschrijven. O God, die vol liefde zijt.
Dan nu een instrumentale weergave van het lied O Grote Christus, Eeuwig Licht. God is zo sterk en machtig en liefdevol dat wij ons aan God moeten vastklemmen voor de rest van het leven op deze aarde. Want er staat ons een geweldige toekomst te wachten.
Over de toekomst gesproken, een toekomst vol van hoop. Wat willen we nog meer? Een toekomst waar geen zorgen zijn, geen verdriet, geen ziekte en geen oorlog is. Het lied Toekomst vol van hoop. Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven. U alleen,
leidt ons door dit leven heen. We zijn aan het einde gekomen van dit meditatieve uur. Mevrouw de Kok, hartelijk dank voor de meditatie over Jesaja 40... met als thema Blijf de Koning verwachten. Jan-Willem Kettelarij, bedankt. Die deed de techniek vandaag en de samenstelling en presentatie Rien Drost. En we sluiten af met het lied O Jezus Kom.